eerste helft. Je hebt goede intenties, maar je mist de duelkracht om het ook uit te voeren. En dan loop je achter de feiten aan, dan is Zwolle te goed aan de bal. Nam die voor het schot met links, hij is wat uitgeweken. Ik denk dat wij de wedstrijd in de eerste helft hebben verloren. Want je begint niet goed aan de wedstrijd, heel slordig en balbezit vooral. Mokhtar! Vergeet het dan af te maken. We verloren veel te snel de bal, vond ik, waardoor Zwolle heel goed hun spel konden spelen. Want we weten gewoon dat zij goede voetballers hebben. En als je ze laat voetballen, dan heb je een moeilijke avond. En dat bleek eerst de helft. Als je zowel in duels als aan de bal matig bent, ja, dan is Zwolle te goed voor ons. Goeie bal voor Marinus. Ja, de goal is daar. En dat is een spitse goal. Zij verrassen ons twee keer, denk ik. Hè. Met goed uitgespeeld aanval, denk ik. Mokhtar, Namli, goede bal zeg, mooie goal. Oh, wat prima gedaan. Nou ja, dan sta je met 2-0 met rust. Maar toch had je ook het gevoel in de omschakeling, als je iets beter aan de bal bent en je gaat iets meer duels winnen, dat je ook zo bij hun voor de goal kan staan. Nou ja, de tweede helft leek dat ook wel. Ik weet zeker dat wij beter aan de bal waren. In balbezit waren we veel beter. We waren ook scherper en gretiger, denk ik, in duels. Wat eerste helft ontbrak, dat hadden we tweede helft wel. Wat er meer gif. Dit is een goede bal. Dit is een prachtige bal. Zanelli dan nu terugleggen en dan is het Dumfries. Ja, dit is een mooi uitgespeelde goal. Een zeer mooi uitgespeelde goal. En is de spanning terug. En is er haast bij Denzel Dumfries. En dan hebben ze toch het juiste tegengif gevonden. We wonnen heel veel duels, heel veel tweede ballen waren voor ons. En dan hebben we ook het ritme van de wedstrijd bepaald. En maken we een hele goede 2-1. En dan denk je van, ja, we gaan het nog omdraaien ook. Alleen dan valt in de omschakeling valt de 3-1 en dat, die valt eigenlijk te snel en onnodig en dat is jammer. Mokhtar, om het af te maken, Mokhtar. Redding Hansen, Saimak, in de korte hoek, dat is slim gespeeld. Dumfries, goed bal teruggelegd en Reza. En de spanning is voor de tweede keer deze wedstrijd terug. Ik denk dat wij twee prima doelpunten maken, twee prima uitgespeelde aanvallen. Dat was heel positief, het was alleen net niet genoeg. Zanelli voor het schot en Boer wist dat die bal naast ging. En dus maakte Heerenveen het twee keer nog spannend. Van 2-0 naar 2-1, van 3-1 naar 3-2. Maar is zeker op basis van de eerste helft de winst van PEC wel terecht. De tweede helft hebben we het toch recht gezet. Of voetballend proberen recht te zetten, wat gelukt was. Het was net niet genoeg, maar ik denk dat wij op basis van de tweede helft toch positief kunnen zijn over deze wedstrijd en zeker naar zaterdag toe. Kijk, de tweede helft hebben we echt gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Alleen de eerste helft heel slecht. Dus de verschil daartussen, ja, zeg het maar, mag niet.